Wil van Polestar. En doe zeker een duim omhoog. Hier zit dan mijn kat, helemaal mooi, te wachten. Op de achtergrond hoor je het team positief. Die staat aan, dus ja. Schattig, hè. We zien haar niet vaak in de video, maar als ze er is, dan is ze actief. Dus ja. Een kistje? Ja, dan ben je... Ja, ja, ik weet waarom dat je die stoel zo helemaal... ja, ik weet het waarom. Gisteren is mijn buurvrouw Elke geweest. En die heeft op die stoel gezeten, hè. En zij ruikt dat nu. En zij is... Oh ja, zij is een grote fan van Elke, hè. Want de buurvrouw, hè. Dus, het is niet dat de buurvrouw, bekend van tv of zo. Ze is één keer in mijn live... Dat is vooral omdat ik gewoon ben van TikTok, in mijn video geweest. Maar ja, en omdat ze dat nu ruikt, oh, dat kan ze ook als zijn ze. Maar ook, om als Elke thuis komt of ver thuis komt, dat hangt een beetje van af hoe laat, dan wil ze altijd buiten. Dus dan, als ik bijvoorbeeld vroeg ga slapen, pak ik iets vroeg ga slapen, dat gebeurt al eens een keer, dan zit ze echt te miauwen, miauwen, en dan komt ze zo en zo met haar poot en zo, om echt te zeggen van, allee, opstaan! Ik moet naar buiten. En dat is echt heel ambetant soms, maar ik heb al eens voor te lachen gezegd. Ik zal u daar eens naartoe sturen om te gaan logeren. Dan hebben we nog een update van onze muffin. Deze persoon, persoon konijn, die is haar tand verloren. Allee, de helft van haar tand, het stukje van haar tand. Dus daar moeten we ook nog eens voor naar de dierarts bellen. Dat moet ook nog gebeuren. Een kleine jongen, meid. En hier hebben we onze snuffel. Hallo, zegt. Hallo, dat kijkertje. Is het voor TikTok? Nee, het is voor YouTube. YouTube zit ik niet op. Echt een schat, konijn, dat zeg ik dan zelf. Dus, voilà. Dus dit is eigenlijk het stukje tand. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ja, dit is een stukje tand dat bij Muffin afgebroken is. Ze zat dus eigenlijk voor het raam hier. Want ik was dat de kinderen geweest gisteren, dus hier voor het raam zat zij op dat stoeltje te wachten tot ik thuis kwam en ik dacht van wat is er nu aan de hand? En toen zag ik een stukje tand liggen en toen wist ik natuurlijk hoe laat het was en dan was dat wat nu? Maar ik heb een beetje opgezocht op het internet en ze zeggen als de tandwortel nog in de mond zit, dan groeit de tand wel terug, dat is al goed nieuws. Maar ik moet dan eens aan het dierarts om te vragen of dat ze dan die voorste, of dat die ene tand moet afgeschraapt worden om... Ja, moet ik het zeggen, om gelijk te staan. Dus daarom moet ik eens aan de dierarts gaan vragen en zo, dan moet ik nog allemaal iets doen. Dat ga ik zeker doen, maar het is vandaag een drukke dag. Een drukke dag, want ik moet naar het stadhuis. Ja, en ik moet ook nog naar de begeleider. Dus het is allemaal een beetje hectisch, dus ik ga sowieso bellen naar de dierarts. Dus mensen die deze video zien, geen paniek. Ik laat Muffin nooit lijden, nooit. Ik zal mijn dieren alles voor doen. Al moest ik een vliegtuig pakken of een helikopter... Wij gaan spreken om die beesten te redden, maar die beesten gaan altijd voor. Zo is dat ook. Dan mag ik nog op een laag pitje staan of wat dan ook. Ik mag ziek zijn en alles. Ik ziek ben, mag niet binnen bij de dierarts, maar goed. Ik zal er alles aan doen om toch die beesten te verzorgen. Dus geen paniek. Ja? Het is niet van, oh, die wil niet. Ja, wel, ik wil wel, maar ik moet dat inplannen. Ja? We staan, ik kan niet weer zeggen dat ze thuis wordt afgebeld of dit of dat. Dat kan ik niet. Waarom niet? Omdat ik die papieren echt al nodig in mijn handen nodig heb voor te begeleiden, omdat dat heel belangrijk is. Waarom? Dat ga ik allemaal niet zitten uitleggen hier in de vlog. Totaal niet. Maar gewoon, ik heb dat papier nodig, dus ik moet dat papier echt wel hebben. Dus ja, daarmee. Maar ja, Muffin eet voorlopig goed. Maar sowieso gaan wij naar de dierenarts. Dus maak je geen zorgen, de dierenarts zit ook vanavond. Dus dat komt allemaal wel in orde. Dus dat komt allemaal in Jacosh. Maar ook, ja, je moet ook rekenen met die corona, moet je afspraken maken. En dat is allemaal niet zo heel gemakkelijk. Maar dat komt in ieder geval goed. Dus, en het is vandaag ook rode neuzendag. Dus, ja, we weten allemaal wel dat dat heel belangrijk is. Ook voor volwassenen, want volwassenen kampen soms ook met psychische problemen. Ik kan dat nog altijd niet uitspreken als zoveel jaar. Maar goed, ik kan ervan meespreken dat dat heel moeilijk is. Dus, ja, ik ben wel blij dat die actie bestaat. Dus, ja... Sowieso, dus. Maar nu ga ik even rustig terug in de zetel gaan zitten. En even. Oh, geniet, want ik heb koppijn. En dat komt eigenlijk puur gewoon omdat er heel veel wind buiten is. En dat is dan zo. Met mijn stem gaat het soms niet goed. En dan moet ik hoesten.
Dan denk je, met corona, maar dat is geen corona. Maar goed, we zien elkaar. Er wordt namelijk gebeld aan de deur, maar meer weet ik ook niet. Dus ik had de deur opgemaakt. Hallo? Wow. Er is iemand bij mij geweest voor jou. Oh, sorry. Dank je. Ben een muts. Dank je wel. Goed hè? Ja, ik sta helemaal te pijn. Allee. Mijn broer die zei zo heel dat je moet op 8 uur wakker zijn, komt iemand. Maar hij is gaan vliegen, maar ik sta er wel. Je staat helemaal alleen. Ja, ik sta al van gisteren op. En ik zei, er komt iemand. En ik zei, maar ik heb niemand gezien. Ja. Hij zei dat ik moest filmen. Zalig! Ja. Ja, ik zeg helemaal te bibberen. Allee, dat klopt niet. Heel de tijd in spanning gezeten, ben puur zijn in spanning. Iedereen op internet in spanning, want ik heb iedereen gestuurd, zelfs mijn team positief, ook nog online. Dus ik zeg, er komt iemand, maar wie? Ah, je wist totaal niet wie? Ik wist niks, gewoon een persoon die je kent van TikTok. Maar ik ken er zoveel. Totdat, ja, ik zei, en dan zat ik nu live, en dan wat je zo pist tegen Kenny, zeg ja, misschien, maar dan dacht ik, wanneer is het nog live, dat kan niet. Ja, en het was maar 20 minuten rijden, en ik dacht, ja, ik ben thuis, waarom niet? Echt fantastisch. Ja, ik zei nog gisteren op internet, dat is mijn grote droom. Oh. Ja, ik heb echt een video opgenomen in de live ook gezegd, maar ja, die zou ik graag willen. Super. Super. Ja, het is nu wel met corona, maar binnenkort zullen we sowieso wel afspreken. Ja. Dat we iets closer zijn met elkaar. Ja, maar die is echt op een afstand. Ja. Goed, veel plezier daarmee. Ja, ik heb ook nog iets, ja, voor de persoon is wel echt dus op de kaart, echt persoon. Voor mensen die zich afvragen waarom staat hij nog altijd te shaken. Ik sta nog altijd te shaken, kijk hè. Echt niet gelogen. Echt jongens, maar gieten. En die zei direct dat van, ik kan nog eens spreken. Oh my god. Oh my god. Echt, jongen. Oh my god. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Echt. Dat is echt het mooiste wat ze mij kunnen geven. Oh, dat is echt. Oh my god. Allee, ja, dat is raar dat ik dat zeg, maar... Oh. Niet normaal. Oh, de spanning is eraf. Ik sta echt te blij, als ik klein kind. Maar het is raar, maar ja, ik sta. Wow. Sorry mensen. Die kan het ook niet meer aan van de spanning. Die kan het ook niet meer aan. Ik had haar eten is gevallen, maar dat is niet erg. Ik weet echt totaal niet wat ik moet zeggen. Ik weet totaal niet. Ik moet naar de dierenarts bellen, maar ja. Oh my god. Oh my god. Dat is niet te geloven. Echt niet. Is het echt gebeurd? Even snijpen. Ja, echt. Ah, dit is echt een vlog dat jullie wel zien. Omdat dat ook altijd gaat met bv's. En maar als ik dat dan weet, dan breid ik me ook vooruit. Dus als je denkt van, maar is het toch vlotter? Ja, maar als je dan weet wie er komt... Dan kun je daarop voorbereid. Als ik weet dat Josje bijvoorbeeld naar de boekenbeurs komt, dan kun je dat gewoon metaal. Maar nu was het gewoon een bam! Ja, staat er. Maar ik kan geen betere persoon wensen, gieten en... die andere nu weer een lof... In ieder geval, ik ben echt super blij. Ik ben echt blij. Ik kan daar een TikTok van maken. Ik kan mijn muts opzetten ook trouwens. Ik ben nog altijd aan het shaken. Maai. Maar echt waar, dit vergeet ik nooit van mijn leven. Dit is echt het top van 2020. Allee, het jaar was echt heel slecht, hè, dat jullie wel weten. Ik ga dat niet opnieuw noemen. Maar het jaar wordt... Het kan niet meer beter gaan, eigenlijk. Ik kan gewoon niet. Misschien moet ik bij de buurvrouw gaan bellen. Ding dong! Is dat die al wakker zijn? Ja, normaal wel, want die moet straks gaan werken. En dan moet ze bellen zo. En ze van... Ah, een verrassing, moet ik kijken. Nou, misschien. Ik kan jullie eerst al wel laten zien. Ik dacht dat ik het al opgeroepen had. Het is niet dus. Ik vind wel een beetje zo van flauw vallen.
Ik ben een korte record voor het aan te doen. Zo. En dan nog die muts. Voilà. Als je anders draait, dan zie je het wel beter. Hè? Ja, het is zo dat moet. Zo. Dus ik zou zeggen, volg op TikTok. Dus, zo zie je maar, hè. Sil houdt niet alleen maar Kadri. Nee, echt waar, het is echt het mooiste wat me kon overkomen. Echt, ik ben echt super blij. Echt wel. Ik ben kerstboom. Jullie horen vaak dat mijn kerstboom gemaakt is voor, als team Gieten. Wel, dus mijn kerstboom is inderdaad gemaakt, maar met dit thema. Dus, het is een rode neus dag, dus eigenlijk komt het wel goed uit, omdat het er wel heel veel mee te maken heeft. Je moet maar, als je geen TikTok hebt, kijk ook eens op Instagram. Ga je ook wel vast vinden, want ik heb haar, als je ze niet vindt, moet je naar mijn kanaal, allez, mijn Bolstar, klikken en dan kun je zo vinden. Want ik mag heel veel video's duetten. Met haar, en dan zet ik haar naam er altijd in, dus als je ze niet vindt, ja, is daar. En dan kan je ook zien wat ze allemaal maakt, maar de meeste mensen wel TikTok hebben, denk ik toch. Dus ik ga me nu steeds al moeten klaarmaken om te vertrekken. Ik ben wel... Ik moet mijn andere broek nog aan, want het is dan letterlijk een huwelijk in mijn korte broek. Ja, hè. Dus ook zo bij haar. Dus, zo, we staan nu aan het stadhuis, zodat je kan zien. Staan wij hier. Ik kan mijn collega tegen. Daarmee heb ik gezegd, wacht met mijn vloggen. Ik heb papier binnen, dus ik moest papier hebben van woont. Dus dat heb ik gevraagd. Ik was op 5 minuten buiten, dus dat is goed, hè. Nu zijn we in de buurt van het dagstuk. Ik weet niet, open is weer makkelijk. Paal. Want die paal maakt ook heel veel. Dus die paal die beweegt echt. Dus ja. Maar het is allemaal goed gegaan eigenlijk. Dus we zijn wel blij, maar het is wel een beetje koud. Dus ik ga nu richting mijn andere afspraak. Dat moet ik ook zijn natuurlijk op tijd. Hè. Dus ik sta op mijn volgende afspraak. Ik doe het naar beneden. De fiets moet echt goed nagekeken worden. Dus ik ga nu naar binnen voor ik te laat ben. Allee, te laat. Ik denk dat ik zo vroeg ben, maar hoe? Dus ja, ik ben content. Ja, ik ben echt content vandaag. Dus het voornaamste. Dus ik kan nu naar binnen. Ik neem jullie niet mee naar binnen. Waarom niet? Ik moet eerst vragen allemaal die dingen. Dus ga ik niet doen. Zo. Nu gaan we richting de ingang. Tot daar kan ik jullie wel mee pakken. Dus. Dus het is nog af. Maar de energie die je hebt. Nog niet. Ik heb ook wat suikerpenen. Dus. Het zal niet uitleggen zijn. Wacht, ik ga die moet goed draaien. Het moet perfect zijn, hè. Als ik binnen ga. Je denkt misschien, zou jij zo pacifistisch geworden in een keer? Ja, eigenlijk wel. Gewoon puur, ik wil die verrassen. Zo, hij staat nog altijd scheef, maar goed. Okay. Ik moet hier naar binnen gaan. Dus hier moet ik zijn. Dus, jullie zien mij zo weg terug. Goed. Kido. Is goed gegaan. Dus, er is altijd wel wat met een mondkapje. Ik heb priester tegen, maar het is altijd te groot. Zo. Zo, voilà. Die hele uitleg. Ja, ze kende Elga ook. Dat vond ik ook van, oh, ik ken Elga. Ik had dat nooit verwacht als ze Elga ging kennen. Ik heb het toch niet nodig voorlopig meer. Het heeft geregend, dat zie ik. Binnen op de billetjes. Mijn broer woont eigenlijk die richting. Woont hij. Dus die woont in die richting. Ik ga daar eens in de prio steken. Zo. Trouwens, die gsm kapot. Weer kosten. Oh, het is koud geworden. Zo. Dus ja, ik kan alleen nog zeggen, vond je dit een leuke video? Dan zeker dat je omhoog. En vergeet niet te abonneren. Hè. Tot ziens.